staan hier vandaag op een zonnige lentedag in april, midden op het zonovergoten marktplein voor winkelcentrum Op de Kam. En vraag je, hoe vaak gaan jullie dit nog doen? Nou, hopelijk natuurlijk een hele tijd. Deze keer is deze markt, de lentemarkt, gecombineerd met de kermis. De gemeente heeft daar motiverend gewerkt naar het winkelcentrum toe. Hoeveelste keer is het nou dat jullie dit gaan organiseren? Nou, voor de braderie de lentemarkt is het nou de zevende keer. We zijn begonnen met een aantal 60 kraampjes. Zijn we naar een 125 stuks gegroeid. Nou, door de combinatie en de wisselwerking met de kermis hebben we gas terug moeten nemen wat betreft de braderie. Maar dat is niet erg, want het samenwerking verband zoals dat nu ligt, kermisexploitant, winkelcentrum Op de Kamp. En als ik zeg maar Joke Productie als organiserend comité binnen de braderie, is dat natuurlijk fantastisch. En je ziet eigenlijk het resultaat. Vandaag. Natuurlijk, het goede weer speelt natuurlijk altijd een grote rol. Zo'n braderie opzetten, is dat een behoorlijke tijd van tevoren waar jullie al mee bezig zijn qua inschrijvingen? Of zijn het altijd dezelfde mensen die terugkomen? Hoe gaat zo'n benadering tot stand komen? Wij beginnen zeg maar in november met een beetje acquisitie te plegen voor de braderie. Dan moeten de mensen zich voor inschrijven. Je maakt een selectie. Je gaat dan kijken. Je kunt natuurlijk een hele markt volzetten met kleuren. Dat is niet de bedoeling. Je kunt een hele markt volzetten met sieraden. Dat heeft allemaal geen zin. Je moet wel selectief zijn in de producten. Want anders gaat de kwaliteit van een braderie heel snel verloren en dat is niet de bedoeling. Dus wij zijn als bedrijf, zijn we al in november daarin bezig met organiseren en met name de laatste 6 weken en natuurlijk nu met de gemeente samen met de kermis heel intensief bezig om het geheel een goed gestalte te geven. Met name ook de kermis, de goede invulling, de goede plekken. Precies zeggen, nou, dat kinderattractie is zo groot, nou, dat vergt wel een hele grote voorbereiding. En ik moet zeggen, namens de winkeliersvereniging onszelf, dit jaar met de kermis, met de gemeente, is een fantastische gaande voorbereiding. En dan mag ik dan in dit geval ook de gemeente wel een plus geven. Met name, als ik dan mag zeggen, Marcel Vaassen, die daarvoor is aangesteld, en met samenwerking met ons en met mij dit gestalte te geven. En dus de gemeente heeft daar behoorlijk een handje in bijgedragen. Nou ja, goed, wij gaan dadelijk eens eventjes rond de braderie lopen, kijken van wat we allemaal tegenkomen. En dat we dan inderdaad aan de hand van wat je nu verteld hebt, dan hebben we een voorimpressie. En dan gaan we middels de beelden van onze omroep gaan we eens even kijken wat er allemaal te doen is. En zeker met dit weer kan het helemaal niet meer stuk. Nee, zeker niet. Kijk, het is natuurlijk zo, de lentemarkt die valt normaliter altijd een week voor de Pasen. Nou, de Pasen kan ook vervroeg zijn. Ik weet nog, zelfs op mijn eigen verjaardag van 16 maart was het vroeg dat ik dit had moeten organiseren. Dan heeft het geregend, dus ik had dubbel pech. De braderie was een beetje in het water vallen, mijn verjaardag ook, wat dat betreft. Dus natuurlijk, met dit fantastisch weer kan het eigenlijk niet stuk. Men ziet het ook aan op het Ratersplein of de Barterkring. Het is ongelooflijk wat voor traffic van mensen we hebben dit jaar. En dat geeft dan de burger moed en ook natuurlijk de organiserende mensen om te zeggen, kom op, volgend jaar wat uitbreiden en verder gaan. En natuurlijk misschien ook de andere kernen bereiken, zoals Nieuwenhagen, en Wouwbach en Schaarsberg, waar eigenlijk direct op dezelfde manier hetzelfde product neer moet gezet worden, zodoende dat de kern ook wat meer traffic en meer power krijgt weer. Nou, en ik denk zeker in combinatie met de kermis zal het dit jaar zeker niet stuk kunnen gaan. En we hebben nu zeker met die geweldige opkomst een geweldige promotie. Ja. En dat is alleen maar goed voor de toekomst. Dat denk ik wel. Ik hoop ook dat het op die manier zal verder gaan. Dat iedereen tevreden is. En dat, als we dat om 5 kunnen zeggen, het is nu 2:30 en ik zie wat voor traffic is. Ja, mag je als organisator natuurlijk wel zeggen, ja, ik ben wel tevreden. Maar goed, de mensen moeten natuurlijk ook wat verdienen. Dat is in elk geval hartstikke bedankt voor die mooie woorden. We gaan eens even kijken wat er allemaal te zien is. Ja. En voor de rest van de dag nog heel veel succes en ik hoop dat het allemaal nog in orde gaat. Dat hoop ik. Goed, ik wens jullie een fijne kijk en een fijne filmopname. Ik denk wel dat het lukt, want we hebben hele mooie producten. U bent een van de velen die wel eens overal op de markt aan te treffen bent, of niet? Ja, af en toe sta ik wel eens op markten om wat verzameld spullen kwijt te raken. Vooral gericht op kinderen en op boekjes. Doet u dat helemaal alleen? Bent u hier al lang mee bezig? Is dat een hobby die ooit begonnen is? Dat is een hobby, dat is een uit de hand gelopen hobby van de familie. Dus van de zonen en zelfs de kleinkinderen doen nu al mee. Het verzamelen van dit spul allemaal, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat wat u zelf tweedehands opkoopt? Gaat u dat doorverkopen of hoe werkt zoiets? Gedeelte is wat we zelf opkopen en wat we bij rommelmarkten of kindermarkten verzamelen. Bijvoorbeeld met Koninginnedag of zo. En de mooiste stukken verzamelen we zelf en andere dingen verkopen we door. Nou, dan wens ik u in elk geval heel veel succes verder nog. En misschien staat u ergens in de landen nog tegenkomen. Oké, dankjewel.
We staan hier voor de Amsterdamse poffertjeskraam. Ja. Mevrouw, hoe gaat het ermee vandaag? Het is vrij rustig vandaag. Best wel rustig, want we zijn anders gewend. Iets meer drukker. Maar het is wel gezellig. Kijk, en dat is natuurlijk een stukje gezelligheid, de Limburgse gastvrijheid. Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Breda. Uit Breda, dus het is inderdaad een heel stuk rijden hier naartoe, hè, naar het zonnige zuiden. En dus het valt een beetje tegen u? Een beetje. Maar het is wel gezellig, daar gaat het om. We stonden hier op het standje van Leef mee, samenloop voor hoop. Dat is een ideële instelling, dacht ik, hè, voor het Kankerbestrijdingsfonds. Dat is een loop die op, eventjes kijken, op 2 en 3 juli gaat gebeuren. 2, 3 juli, dat is dus in elk geval de plek waar we dat moeten zien. Waar is het precies in Landgraaf? Het wordt 2 en 3 juli gehouden op het Sport- en Leisurepark in Landgraaf. Dat is op de Hofstraat. Dat is naast Pinkpop, makkelijk VVV Schaarsberg. Daar wordt het gehouden. Sport en Leisurepark. Ja, de Samenloop voor Hoop is een initiatief vanuit Amerika overgekomen naar Nederland. Het is in Maastricht geweest en in Roermond. Het is een evenement, 24 uur. Kunnen mensen in een team van 10 tot 24 mensen kunnen ze een rondje van 400 meter lopen. Lopen, rennen, fietsen, maakt niet uit. Die mensen die zorgen dat ze met hun team komen en op het evenement zelf proberen ze geld bij elkaar te halen voor het kankerfonds. 24 uur bezig zijn, dat betekent dus we starten op zaterdag 2 juli om 4 uur en zondag om 4 uur is het afgelopen. Er zijn 3 ceremonies. De openingsceremonie, dat is het verhaal van de mensen die noemen wij survivors. Die openen dan de loop en gaan dus de 400 meter lopen om aan te geven van wij hebben kanker overwonnen. Er is hoop, er is kracht, jullie kunnen dat ook. En om 11 uur hebben we de kaarsenceremonie. De kaarsenser... 11 uur s'avonds. 11 uur s'avonds, ja. 11 uur s'avonds hebben we de kaarsenceremonie. Dan steken we in een zakje wat wij verkopen voor 5 euro. Een donatie is dat. Ja, zo'n zakje. Daar duwen we wat zand in. Daar komt een kaarsje in, een kaarslichtje. En om 11 uur wordt dat aangestoken. En dan proberen we het hele veld, de hele loop, proberen we met kaarsjes verlicht te krijgen. Als je op internet eens kijkt op www.samenloopkaarsenceremonie, dan zie je wat we eigenlijk kunnen gaan verwachten als dat een succes wordt. Die 24 uur, hoe moet ik me dat voorstellen? Worden daar teams gemaakt die dan 24 uur moeten lopen? Dat lijkt me toch wel een behoorlijke opgave. Ja, er komen teams. Elk team kan zich aanmelden. Maar je moet minimaal 10 mensen hebben en maximaal 24. Dus er moet altijd iemand het lopen zijn? Ja. Het is de bedoeling dat die 24 uur, je hoeft maar eigenlijk 1 uurtje te lopen als je met 24 mensen bent. Maar het moeilijkste zal straks zijn 1 uur, 2 uur, 3 uur. S'nachts. Ja, en s'nachts proberen we voor de mensen een stukje vertier te krijgen door wat muziek, fanfares, allerlei vrijwilligers komen muziek maken en komen eigenlijk ons dat evenement ondersteunen. Je zei net van, dat is al in diverse plaatsen geweest. Is dat de enige plaats dan in Limburg of waar het dit jaar gaat gebeuren? Nee, het is geweest in Maastricht vorig jaar. In 2008 is het in Roermond geweest. En Roermond zit nu ook in 2011 ook nog eens. Dus we hebben het in Landgraaf en in Roermond is het evenement op dit moment. En de mensen moeten minimaal 5 euro betalen. Mag natuurlijk meer zijn wat ze betalen. Of is dat 5 euro voor zo'n zakje, voor zo'n kaarsje? Donatie is 5 euro, maar er komen bijvoorbeeld, als u met een team komt, die krijgen van ons een kraam en die kunnen daar bijvoorbeeld poffertjes verkopen. Of die kunnen daar zelfgemaakte bloemetjes verkopen. Of andere dingen. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk mensen naar het evenement krijgen en dat er zoveel mogelijk verkocht wordt. Voor de mensen die aan het lopen zijn, is er zelfs een cateringveld waar je eten en drinken kunt. Dus we verzorgen de mensen 24 uur. Al een idee van hoe de belangstelling op het ogenblik is? Nou, de belangstelling is, we zijn pas bezig. Dit is een evenement waar je eigenlijk de mensen het evenement onder de aandacht brengt. De teams, dat begint nu een stuk of 10 teams hebben we. Het begint nu langzaam te lopen. Het gaat er langzaam aan. Je ziet ook de organisatie. Het zijn allemaal vrijwilligers. Ik heb zelf 10 seconden moeten nadenken toen de voorzitter me belde en zegt, wil je meedoen? Ik zeg, ja natuurlijk. Ik zeg, daar hoef je niet over na te denken. Je hebt zelf een broer gehad, die heeft een hersentumor gehad. Dus daar moet je niet lang over nadenken, je moet gewoon meedoen.
vertellen, maar lukt het een beetje? Nee. Nee. Heb je nog niks gewonnen? Nee. Nee, doet, helaas. Doet mama het niet goed? Nee. Mama, hoe komt dat nou? Daar is mama te stom voor. Wat zeg je? Daar ben ik te stom voor. Wat vind jij ervan? Ik vind het niet goed. Wat zeg je? Ik vind het niet goed gaan, maar dan wat ze doen. We staan op het ogenblik met de burgemeester op het Marktplein. Eventjes een kleine impressie, meneer de burgemeester. Wat vindt u tot nu toe? Ik vind het op dit moment geweldig. Maar ja, we boffen ook enorm met het weer. Hè? Maar wat zeggen ze altijd? Je krijgt het weer wat je verdient. Hè? We hebben vandaag voor de eerste keer dat het gecombineerd is. De jaarmarkt en de kermis. Succes. Nou, ik hou juist wethouder Aarkens gesproken. En hij zegt van, we zien in ieder geval een opleving van de kermis. En die verhuren dat de kermisexploitanten ook tevreden zijn. En ik denk dat de combinatie met het weer, ja, dat brengt natuurlijk ook veel. Dus zeker wel herhaling vatbaar. Is dit een experiment of is dat inderdaad wat van de toekomst altijd kunnen verwachten, de jaarmarkt en de kermis? Nou, als je weer het zo schön hebt, moesten die vragen eigenlijk wel naar wethouder Aarkens stellen. Maar ik denk, mensen zien ze te luzie amuseren. En hoe kunnen ze dat op deze manier doen, dan denk ik dat dat voor continuering vatbaar is. Dus zijn jullie lekker aan het genieten hier op dit voorjaarszonnetje van dit ijsje? Ja, heerlijk. Leuke kermis, leuke markt, super lekker weer. Wat wil je nog meer? En ook al ergens in geweest? Ja, gisteravond zijn we in de Octopus geweest. Dus ja. En gevaar voor eigen leven of zeg je van, draai ik mijn hand niet voor om? Ah, nee hoor, ik vind het echt super gezellig. Ja, super leuk. Ja. En jij, wat vind jij ervan? Ik vind het ook gezellig. Voor de rest, ja, we zijn gisteren in de Octopus geweest. Waar zijn jullie geweest? In de Octopus, zo achterin. Oh, dat is de rups. Nee, de rups is hier volgens mij. Net zo draag. En op de markt, zijn jullie daar ook al geweest? Ja, net. Ja, leuk. Niks gekocht? Nee, nog niet. Maar ik heb gezegd, ik ga niet met lege handen naar huis. Oké, nou, dat zou ik zeggen, nog een hele leuke dag. Dank u wel.